Rompe de Leeuw, dwaan zelf de schreeuwer van het lied dat je inbrengt, je een broer van deze de Leeuw. Maar die rekken niet in, zeker wat op een zeger zit, niet omkrieten van de deel, zijn lood kwiet. Dat die koe dat net dwan. Dat ik op het laatste moment een kar maken uit die honderden en honderden stikjes om een lied stikje klinken te letten. Kan elk dat verstaan trouwens achterin? Ja. Want waar heb ik niks om bij te stellen om microfoons. Dus ik moet het voorlezen als een eerbetoon voor het Markcafé. Daar ben je hem, jong. Dit is het Markcafé. Trok gewoon straks dus wel eens wat onderwaarderen. Maar ik moet dit verhaal voorlezen als broedplaats van heldere ideeën, vooruitziendheid en conservatisme. En dat is altijd een prachtige combinatie. En het verhaal heet flappen. Nu ken je dat in het Fries van alles mee doen. Je kan wildjes flappen. Er werd ik wel eens een vrouw beflapt in de verhalen van Rink. Maar dit is wel een heel oor. Flapperij, ja, dat kan je letten wel even uitlezen hoe dat zit aan de mensen. Wat dat nou weer is. Dat is wel een hele Friese man vanzelf. Flappen. Daar ga je de Pinkoren Club ik werd, zei de kastlijn. En dan mag je dus deze taart voorstellen. Want Sagong ringt dus altijd te werk. Hij siert, hij harken en hij draait er dus een punt om. Om bij Simon Kamin te spreken. Dan naar de combinatie van gasten. En ik, de gast die hierin voorkomt, had bestien. En kwam ik in dit café. Daar ga je de Pinkoren Club ik werd, zei de kastlijn. Hij wees het naar de meesken die dus makkelijk skiep. Op de meest zegere hoeken van dat drachten voor de jildautomaat van het postkantoor steen te wachten. Dit is alweer een boek, hè? Oer de scheepnis van drachten. Postkantoor, zie je hier. Het liep Rusland wel, dat ze nevens de televisiejournaal ik altijd in de regelmassen om wat te krijgen. Wat een verstaan. Het is jouw eigen jild, maar als je het houdt wel, maar eerst in de regen steen, zei de man naast mij. Wij spreken ons vernuwering uit, want het is vanzelf de heel wezen moeten praten. En wat ben je nou krijg de voordelen van dat naaimoordige distributiesysteem? Gene, zei de man, jonge mij, wies. Gene, wij werken het thema nog even verder. Stel dat ik echt lid van de Pinkorenclub was. Ik hoorde dan net mijn 100 riksdaalders in de boezen te rennen, dat ze jou op heden voor in elkaar slaan. Ja, wis. Maar als je dan op een stille jongen naar de jildautomaat ging. Om een teentje, maar het doel om daar nog een in dit Markcafé op te nemen, ja, dan weer er alle kans op een oorval. Jo Pinkoren, zei de onverlaten, wil ze jou het mes op de straat zetten. Dan wollen jou wel omliek en kost het het hele banksaldo. Het zal jou dan ik nog maar overkomen dat jou trouw de schrik het noemen van jou rekken net meer weten. Dat leven ze vanzelfs net, dat ze fiek je er eerst maar eens een eer houden. Zulke dingen bar op heden, Ronon. Wie het dan het volle verstandiger en jou de smeerlappen die 100 riksdaalders dadelijk zo begon? De kastlijn vette uw groepsporteerd bij eindbesluit geer. Wij zoen al uw levensdagen net mij dwaan met die flappertabberij. Doe ging niet denken waarom mij daar verkoenen, want die eet ik altijd naar de flappen. Dat is te sissen, eerst wie het een flappen, maar bij het ouder worden waren het een flapke. En sloegen er heel tieten minder acht op. Maar het flapje weer wel een briefje van tozen. En we kregen het te zien als er aan het eind van de middag de raap weer de boezen hellen en de tijd van de dij stelde. Het liedse boeske naast de Rjochterbroeksboezen. Daar ziet dat horloge en het in fjouweren opteerde flapje van tozen gewoon heen. Hij houdt ook net stil, nee, het lijf wel eens even naast zien romer. En het weer met zin als het omzittend laag de wat van zij. Ik wil een paar centen in de boezen ha, zei hij dan. Handig voor onderwijs. Maar ik weet hoe dat zit, want Koen en ik hadden het te jaren begonnen. Tjo, de man wie een jermoed opbracht. Nee, houd de boezen ook maar even in de boezen. Sokken binnen er wel meer en Koen is net het meest begrippelijke geval. Hij rekt in oorlog in Duitsland daar en daar is hem knoeid. Maar zijn gehoor had het meeste lijn aan van de bombardementen, had ik begrepen. Zie je die letter, jeder souveneert meer. Maar toen kreeg er een uitkering voor. Het koor leien dat hij eet hem alle dagen meer als zet. En net te min drank vanzelf. Op lijst weer de 400 kilo. Dat had aardig wat jaren door hem. Toen kreeg er net de dokter krap door een zuurstof. Hier ik wel dacht,
Wat kon er zijn hap? Altijd een termijn geld gaan, of had geld en dan had je dit werk. Lieke goed had er hem van mij zo aanpast bij de omstandigheden. Van de ene dag op de andere dag opholden met roken. En net meer als 5-6 slokjes in de Nijmegen. 5-6, net meer. En geen carbonade meer, of rauw spek of schinken, niet meer. Maar welke hakbal, want dat weer nergens hem geen vlees. Hij is er nog fjouweren zonder bij worden, zegt zij. Geen bruttelijk geval. Maar hij kon in zijn laatste jaren die uitkering lang net op. Als je een vrij winnetje had met een grote tuin en je maaier van de dokter alleen een vegetarische gehakt eten, waar zul je dan met 1500 gonen in de mannen hebben? Daarvan denk ik dat dat doe met die flappen van 1000 gonen in de boezeron. Jaren en jaren. Op een zaterdag de morgen hebben we hem in de Rijn te half gebracht. Hij leidde mooi bij, zat zoks aan zijn wut. Al had ik daar persoonlijk even net om tocht. Maar even Sjoerd hielde de verklaringskleren aan, met de raap in de Lietse boezem. En Sjoerd is er wist van dat het flapje van Toezen er ik in zit. Misschien is het de familie ontkomen, het kan ik wijzen dat Koen het zo wild had. We nemen dus maar aan dat er het flapje van Toezen mij genomen had. En geen pinkoorde die er daar wij krijgt.